Met een stevige handdruk beëindigden BVL als voorzitter Wilco Valies en MINOC-minister Robert Pneu het onderhoud dat vandaag plaats heeft gehad op het hoofdkantoor van het ministerie. Deze bespreking moet resulteren in het wegwerken van de knelpunten in de herwaardering van onderwijsgevenden. Pneu deelde mee dat de pijnpunten van het herwaarderingsprogramma en de looncomponenten zijn uitgewerkt. Volgens de bewindsman wordt er dit weekend nog gewerkt naar een oplossing. Met de heer Valies is besproken dat alvast op papier de pijnpunten worden gezet en dat ik in overleg met de vicepresident en de president op dit weekend in overleg treed voor een oplossing. En meneer Valies staat open om in een dialoog met de minister en de regering, zeker de president en vicepresident, dat een oplossing te geraken, zodat we uiteindelijk ook het schooljaar kunnen garanderen. En op dit moment is het ook belangrijk dat we elkaar hebben kunnen vinden op een aantal punten waarin in feite fundamentele verschil van inzicht bestaat en wat ik probeer op te lossen. Onderwijsminister Pneu na het onderhoud met de BVL als. Volgens vakbondsleider Valies zijn de minister en zijn staf voldoende geïnformeerd om de knelpunten goed te kunnen omschrijven. We willen werken aan een oplossing en hebben de voorwaarden aangegeven om te komen tot deze oplossing, zei Valies. We hebben dus wel aangegeven wat de voorwaarden zijn om te komen tot normalisatie. En dat er daarover nader overleg gepleegd zal worden. En de minister is bereid ook acties te ondernemen om te komen tot dat punt of dat moment dat de regering met de AFS en de BVL tot een vergelijk kunnen komen. Ja, daar werken we naartoe. Dus wij zijn wat dat betreft bereid om ons volledig beschikbaar te stellen. Totaal bestuur van beide organisaties. En we hopen dat we binnen een kort tijdsbestek inderdaad kunnen gaan richting oplossing. Vakbondsvoorzitter Wilco Valies na afloop van het onderhoud met de onderwijsminister. Vanaf dinsdag 2 mei zijn leerkrachten aangesloten bij de BVL en de ALS in staking. Ze zijn ontevreden over de wijze waarop de herwaardering is verwerkt. Valies zal bij de volgende ALV zijn leden nader informeren over de details van het gesprek vandaag gevoerd met de minister van het MINOC.